Ten aanzien van het optreden van de Franse politie en militairen in het Marowijnengebied heeft de Franse ambassade aangegeven dat zij conform de wet hebben opgetreden. In een schrijven geeft de ambassade aan dat op 23 oktober rond 10 uur een gezamenlijke patrouille van mobiele gendarmes, politieagenten en FAG-militairen, vergezeld door het Surinaamse leger en politie, op een missie was in het kader van operatie Harpy. Zij hebben toen materiaal ontdekt dat wordt gebruikt door illegale gouddelvers. Dit materiaal is ontdekt in het gebied van Grand Santi, dat als Frans grondgebied wordt aangemerkt. Dus is besloten de machines ter plaatse te neutraliseren of te verbranden. Enkele minuten na deze ontdekking presenteerden 4 Surinaamse burgers zich als de eigenaren van de motoren en wilden voorkomen dat die onbruikbaar werden gemaakt. Binnen enkele uren werden ze vergezeld door een 20-tal van hun landgenoten en trachten zij de Franse militairen te hinderen bij het onbruikbaar maken van de machines. Geconfronteerd met dit gedrag besloot de prefect van de regio Guyane versterking te vragen. De diplomatieke autoriteiten zijn terstond op de hoogte gebracht en evenzo geïnformeerd over de voortgang van de operatie. Bij hun aankomst trokken de Surinaamse tegenstanders weg en keerden per koriaal terug naar hun land, aldus de Franse ambassade. Intussen hebben verschillende groeperingen in Suriname hun stem laten horen over dit optreden. De regering heeft zich de afgelopen weken onder leiding van de vicepresident Michael Ashwinadin gebogen over de recente situatie op delen van de Marowijnenrivier. De regering heeft als prioriteit de rust en de orde te garanderen in het voornoemd gebied, met inachtneming van de belangen van de daar vertoevende burgers. In dit verband heeft er een ontmoeting plaatsgevonden tussen minister Eldes Polak-Bigli en de Franse ambassadeur Antoine Joly. Er is daarbij onder andere gewezen op de onvrede welke bestaat ten aanzien van de manier van optreden van de Franse gendarmerie. Er is overeengekomen op zeer korte termijn een onderhoud te doen plaatsvinden tussen de Surinaamse en de Franse zijde om onder andere informatie uit te wisselen over de grenslijn van de rivier.